Van Koot, kan ik jou even spreken? Ben je ergens druk mee bezig? Nee, dit kan wel even wachten. Ik heb net jouw verzoek om salarisverhoging bekeken. Ja. Ik denk dat het er dit jaar niet in zit. We hebben net die automatisering achter de rug. Wat denk je dat die computers ons allemaal kosten? Oh. Ik denk dat je überhaupt blij mag zijn dat je nog een baan hebt. Er lopen buiten heel wat mensen rond die graag jouw werk zouden willen overnemen. Denk jij daar wel eens aan? Ja. Wil dan niet zo vlotten met dat computertje, hè? Je zit al tijden naar hetzelfde beeld op het scherm te kijken. Jongens, mag ik even jullie aandacht? Agent, kunnen wij iets voor u doen? Ja, je niet van de domme houden, Flodder. Je bent erbij en dat weet je donders goed. Ik zou niet weten waar u het over hebt, Kees en ik zijn hier de hele middag al aan het sleutelen. Ja, we zijn hem aan het afstellen. Dat ding dat zuipt meer dan mijn moeder. Jullie reden zojuist 120 km per uur over de winkelpromenade. Dat ken ik niet. We waren hier aan het sleutelen. Ik heb meer dan 300 getuigen. En jullie? Nou, Johnny hier en... Alsjeblieft. Hoeveel hebben we dan al, Johnny? Ja, een heleboel. Ik geloof dat ik dat hele bonnenboekje voor hem zo'n beetje compleet heb. Kijk, die laatste nummers zijn opeenvolgend, zie je wel. Zeg, krijgen jullie geen korting of zo? 10 bonnen, 1 kwijtschelding? Nee, maar we hebben wel een ander regeltje. Niet betalen, de bak in. Hoezo de bak in? Nou, sinds kort stoppen we alle bonnen in de computer. En als je meer dan 3000 open hebt staan, dan komen we even langs. En dan is het betalen of je tandenborstel inpakken. 3000? Hoeveel hebben we daar, Kees? Met die van vandaag erbij? Een stuk of 20? Ja, ze zijn gemiddeld 150 gulden per stuk. Dat is... De gevangenis. Zou je weekendtas maar vast pakken, Flodder? Zo, heren. Waar ga jij naartoe? Ga je weer naar boven? Je zit al de hele week in je kamer. Hou je daar soms duiven of zo? Nee, ik ben met die computer bezig die ik van Johnny heb gekregen. Computer? Wat computer? Geloof me, die bonnen die heb ik al lang betaald. Was dat maar waar, Flodder? Dat je mag kiezen. Of je betaalt nu of je gaat met ons mee. Ja, we kunnen ook beslag laten leggen op die spulletjes hier zo. Als je dat maar uit je bolle hoofd laat. U hebt weinig keus, mevrouw. Uw zoon heeft zijn bekeuringen niet betaald. Ik heb helemaal geen zoon. Ik woon hier alleen. Maar ze weten al dat ik hier woon. Kun jij hem iets lenen? Hoeveel was het ook weer? 3380 gulden. Hoeveel is dat in statiegeldflessen? Zeg, kan die ouwe niet iets voorschieten? Ach, die ouwe heeft toch ook geen rode cent? We hebben laatst de hele kamer nog ondersteboven gehaald, weet je nog? Johnny, misschien heeft hij wat in zijn jasje. En we hebben niet de hele dag de tijd. Hé, kijk eens. De egovist. En tegen ons al die tijd maar zielig doen. Geef eens hier. Nee, maar ik heb ze eerlijk gevonden. Die zijn van mij. Wacht eens even. Dat is geld van voor de oorlog. En nou? Hoeveel zijn die nu dan waard? Nou, niet meer dan krantenpapier, denk ik. Nou, dat is toch weer een kwartje de kilo. Mee, Flodder, nu. En momentje, hoe weten we nou dat het 3000 gulden is? Misschien is het wel veel minder. Je hebt toch zelf die bonnen, tel ze dan na. Wat krijgen we nou? Is hij helemaal gek geworden? Zeg, over welke bonnen heb je het eigenlijk? Ik zie helemaal geen bonnen. Probeer nou maar eens aan te tonen dat het 3000 gulden is. Goed, jij is in. Tegenwoordig hebben we daar computers voor. Lopen jullie tweeën maar even mee naar de auto, dan kan je het zelf zien. Dan bellen we even de computer van de gemeente. Zo, dat is ons geheimtje, ouwe frik. Kijk, ik zal eens laten zien wat er van jullie in de centrale computer zit. Er staat de hele gemeente in. Naam, adres, bloedgroep, huisdier en noem maar op. Kijk, en hier staat... Wat krijgen we nou? Wat staat er? Wat staat er?
Riezen. Daar staat dat ze al hebben betaald. Hé? Heb je dan toch betaald? Blijkbaar. Een klein misverstand. De bonnen blijken al betaald. Dat had ik je toch gezegd, maar jij wilde niet luisteren. We zullen het deze keer bij een waarschuwing laten. Maar de volgende keer dus niet tot het laatste moment wachten met betalen. Anders gaan we voorrijkosten rekenen. Begrepen? Kom, we gaan. Dus we hoeven niet mee? Nee, het is al betaald blijkbaar. Hé, tot ziens maar weer. Shit, ze vergeten die handboei. Hé, dat is strafbaar, Johnny. Verduisteren van politiespul. Zeik niet, maak dat ding los. En, hoe is het nu afgelopen met die bonnen? Die waren opeens allemaal betaald. Maar ik weet van niks. Het klopt, want dat heb ik gedaan. Leg het nou nog eens uit. Jij zegt dat jij met die computer al die bonnen hebt betaald. Ja, ik kan niet meer inbreken. Ik ook, als ik hem door een ruit in een winkelcentrum heen keil. Nee, idioot. Ik bedoel inbreken via de telefoonlijn. Kun je dat misschien nog even uitleggen? Voor Kees, hij begrijpt het niet zo goed. Simpel. Je belt met een computer naar een andere computer en dan geef je iets af of je haalt iets op. Je belt op? Ja, en dan kun je een bericht achterlaten, ophalen of veranderen. Ik zou hem gewoon eruit gooien. Dat lukt tenminste altijd. Ja, maar hoe heb je die bonnen nou betaald? Dat begrijp ik niet. Dat begrijpt Kees niet. Ik heb het gemeentehuis gebeld en het bedrag verandert in de centrale computer. Ah, dat is het. Zij denken dat die bonnen zijn betaald, maar jij hebt alleen... De getalletjes veranderd. Ik kan eigenlijk alles met de computer. Schoolvakanties langer maken, bioscoopkaartjes van Nop regelen, de leeuw uit de dierentuin loslaten. Ja, maar ken je ook dit? Gaat er iemand vanmiddag nog naar de stad? Kan hij gelijk deze brief op de bus doen? Jij kan dus met die computer alles doen, zeg je? Johnny, hallo. Ja, even wachten, Kees. Dan zouden we eigenlijk iets leuks moeten uithalen met die computer. Maar wat? Hé? Hoe deed je dat nou? Ja, gewoon. Ik speel dagelijks met die dingen. Nou, Kees, heel erg bedankt. Wat kan ik voor je doen? Deze brieven voor me wegbrengen. Ik correspondeer met een paar matrozen. Want zelfs een pokken in het postkantoor. Je hebt gelijk, Kees. Het is hier allemaal veel te ver weg. Alles zou een beetje dichterbij moeten wezen. Niet waar, Enkie? Wat heeft dit te betekenen? Wilt u wel eens heel snel mijn tuin uitgaan? U bent? Ik woon hier. Dit is mijn tuin. Wat moet die brievenbus hier? Gemeentebesluit. Er is weinig tegen in te brengen. Termijn voor een bezwaarschrift is al lang verstreken. Is er trouwens nooit geweest, zie ik. En dat heb ik allemaal maar te pikken? Ik zou zeggen, stuurt u een brief. Kan ik hem al gebruiken, meneer? Maar natuurlijk, meisje, kom maar. Ja. Oh. Ja. Handig. Ja. Dan hoef ik nooit meer zo ver te lopen. Nee. Wanneer halen ze hem leeg? De eerste lichting, nou, die is... nu, dat is snel, hè. Deze bus die wordt 8 keer per dag gelicht, ja. Dat is bijna om het uur. Leuk. Dan ga ik nog maar schrijven. 8 lichtingen? Dan staat hier ook de godganse dag nog een postauto voor de deur. Nou, de hele dag. U moet niet zo overdrijven. Alleen maar 1 keer per uur. Ja. Zeg, wat moet dit voorstellen? Sinds wanneer komt hier een bus? Sinds vandaag. En wel 3 keer per uur. U bocht. Dit soort intensieve busdiensten zie je zelden in deze wijken. Maar het is belachelijk. Hier in de straat rijden we allemaal in een auto. Ik heb ook een auto. Mijn vrouw ook. Wij gaan nooit met de bus. Ja, en toch heeft de gemeente het blijkbaar nodig gevonden om hier een dienst in te stellen. Dat zal wel niet voor niks zijn, hè? Oh, te gek, een bushokkie. Blijf lekker droog als het regent. Ik had het kunnen weten. Voor dat soort mensen wordt onze buurt ontsierd met zo'n lelijk bushokje. Nog iemand? En dat krijg je dan de hele dag, al die bussen. Nou, kunnen Toeten en ik tenminste een half uurtje langer blijven liggen als ze naar school moeten. En voor mij ook handig met de boodschappen.
Toch slim van Henkie. Zo, dat is allemaal in orde. Nu alleen die voorrangsregeling nog. U bent van de familie Vlodder? Yep. Ja. Oké, druk maar op die knop, Kees. Ja, Johnny, karren. Het werkt allemaal, zie ik. Ja, kijk maar. Hou jij even geduid? Ik wil hem aan het uitproberen. Niet dat het mij wat aangaat, maar waarom heeft de gemeente die installatie eigenlijk aan u toegewezen? Ik bedoel, doorgaans komen daar alleen de brandweer en ambulancediensten voor een aanmerking. Nou, kijk zelf maar. Dat soort asociale gasten rijdt hier nou de hele dag rond. Nou ken ik tenminste weer eens veilig de straat op. Ja. Zo, die zullen we eens even met geduld bijbrengen. Zo. Kijk, u ziet hier, dit is uw afstandsbediening. Daarmee beschikt u als enige in deze hele wijk over meer dan 200 televisiekanalen. Hey, bedankt, heren. Hey, Sharky, kom erbij, de show gaat net beginnen. Johnny, wat is er buiten aan de hand? Die bus halt en die verkeerslicht. Enkele buurtbewoners belden me vanochtend op. Wat is dit hier? We zijn net aangesloten op kabel. 200 kanalen. Goed, ik ben klaar. U kunt nu alles ontvangen. De decoder van de India's satelliet die komt pas volgende week binnen. Maar die krijgt u dan nog. Ja, India, dat zijn vaak de leukste programma's. Ja, met gifslangen. Ja. Ik begrijp het niet. Wie heeft het allemaal besteld? Dat is een gemeentebesluit, meneer. Wij voeren het alleen maar uit. Kom, ik ga maar weer eens. Mocht er iets zijn, dan hoor ik het wel. Gemeentebesluit? Hoe komt het dat ik het dan niet weet? Er stond niks in de notulen. Hier klopt iets niet. Dit moet een misverstand zijn. Maak je nou niet druk, Sharky. Volgens mij zit het wel snor. En die brievenbus, stond hier al? Sharky, zei jij niet altijd dat wij wat meer moeten communiceren met onze omgeving? Nou, met zo'n brievenbus voor de deur gaat dat wel lukken. Dat heb ik inderdaad meerdere malen naar voren gebracht in de gemeenteraad, maar... En met zo'n bushalte komen wij tenminste een beetje uit ons sociale isolement, als het ware. 3 keer per uur komt er nou een bus voor de deur. Ja, en met die kabel kunnen we eindelijk al die goede educatieve programma's ontvangen waar jij het altijd over hebt. En dankzij die verkeerslichten wordt het weer veilig op straat. Dat wilde jij toch altijd? Weet je, het zijn eigenlijk allemaal jouw ideeën. Inderdaad, het zijn mijn ideeën. Maar ik ben weer de laatste die in kennis wordt gesteld. En als je ook nog een kleine loonsverhoging komt, is dat weer te veel gevraagd. Ik ga dit eens tot op de bodem uitzoeken. Moment, Sharky. Wat ga je doen? Ik weet het nog niet. Ik denk dat ik het allemaal maar eens ga natrekken en dan naar de wethouder. Misschien dat ik eens een keer voor mezelf moet opkomen. Hier. Doe er nog maar een paar nullen bij, hij moet er van op vakantie kennen. Zo dan? Prima, dat is goed. Dat is een mooie loonsverhoging voor Sharky, heb je wel verdiend. Gaat hij tenminste ook niet verder rondneuzen. Waar heb je dat geld trouwens vandaan gehaald? Het ambtenaren weduwen en wezenpensioenfonds. Ken je dat? Nooit van gehoord. Maar komen ze daarna niet achter dat alles naar Sharky's rekening gaat? Ik doe het via een omweg. Ik stuur het geld eerst naar een heleboel andere rekeningen en op het eind pas naar Sharky. Juist. Maar mocht de politie gaan snuffelen, wie wordt er dan als eerste opgepakt? Inspectie, Fiat. U wordt gearresteerd wegens het overhevelen van gelden uit de ambtenaren weduwe- en wezenpensioenfondsen naar privérekening. Het zou gaan om zeer grote sommen geld. Het geld zelf is echter nog niet getraceerd, maar alle sporen wijzen naar het buitenland. Die zijn nog wel even bezig. We vroegen ook de systeembeheerder van de gemeente om commentaar. Mijn mening is dat de wethouder slachtoffer is van een computermisdaad. En is geknoeid met de gemeentecomputer? Ja. We hebben sinds kort het hele stadhuis geautomatiseerd. 200 kanalen, ze zenden bijna allemaal hetzelfde uit. In het beveiligingssysteem. We zijn op dit moment druk bezig om alle verdachte gebeurtenissen na te gaan. Een andere medewerker van het gemeentehuis beweert echter dat de wethouder het geld nodig zou hebben om een seksoperatie in Thailand te kunnen bekostigen. Zometeen meer.
Zeg, Henkie, je weet toch wel zeker dat ze er niet achter komen, hè? Ja, hoor. Die vinden ons nooit. Echt niet. Bij verstoppertje spelen ben je ook altijd als eerste af. Ja, verstoppertje. Dat zegt hij ook altijd. Je vindt me nooit, hoor. Dat is alleen maar bij verstoppertje, hoor. Ik kan er niet tegen als jullie achter me gaan staan. Dan lukt het niet. Maar dadelijk staan die 20 politieagenten. Heb je dat dan liever? Nou, schiet op. Wat moet ik dan doen? Sporen wissen, dat ze ons niet kunnen vinden. Goed, dan moet ik nog één keer inbreken. Wat is het? Hij wordt te warm. Dan doet hij altijd gek. Misschien omdat hij van die vrachtwagen gevallen is. Hij is niet van de vrachtwagen gevallen, Kees. Maar dat had je zelf gezegd. Kareltje zal hem zelf wel uit zijn handen hebben laten flikkeren. Hij zei dat het stikdonker was in die loods. Wacht, laat mij maar even. Is hij kapot? Volgens mij is hij nog wel bruikbaar. Ik denk nu niet meer, Johnny. Wat nu? Misschien moeten we allemaal maar vast ons weekendtasje inpakken. Ik weet nog wel iets anders wat we kunnen doen. En het is? Hou die magneet nou een beetje bij je, man. Iedereen kan hem zien. Moest het echt zo groot zijn? Zo'n joekel gebruiken ze eigenlijk alleen bij de sloperij. Volgens Henkie slaat elke computer op tilt met zo'n magneet. Dus we hoeven deze alleen maar tegen de centrale computer te houden, zijn we uit het probleem. Oh jee, sorry. Auw! Vieserik! Blijf van me af! Hij had dorst, mevrouw. Als die koffie net zo sterk is als u, dan lus ik er ook wel een. Sorry, Johnny, ik kom me niet beheersen. Laten we eerst Sjaki maar eens opzoeken. Die kan ons tenminste vertellen waar die computer uit is. Ah, Johnny. Kees. Hallo, Sjaki. Alles goed? Ach ja, ik heb eindelijk opslag gekregen. Dat is mooi, Sjaki. Ik keer lekker lang op vakantie. Het is veel te veel. Ik heb nu ineens een topsalaris. Waarschijnlijk voelen ze zich schuldig over wat er is gebeurd. Mooi, prima. Zeg, weet jij misschien waar Ik ben daar om alle notulen van de raadsvergaderingen van de afgelopen maand aan het bekijken. Maar ja, het is heel vreemd. Ik ben nog niks tegengekomen over die bushalte of die verkeerslicht of... Wat is er met het beeld aan de hand? Laten je maar weer eens rustig aan het werk. Weet jij toevallig waar de computerruimte is? Aan het eind van de gang op de tweede verdieping. Hoezo? Ah, hij doet het weer. Kom nou, Kees. Niet zo snel, Johnny. Ik kan je niet bijhouden. Moet je die kapster laten staan? Hé, hier is het. Tegenvallen. Hoe krijgen we die nou open? Laat mij maar even kijken. Ik ben nogal handig met die dingen. Heel goed, Kees. Je hebt sloten maken maar te worden. Ah, notulen van vorige week. Daar moet het in staan. Nu komt de apen te mal. Hé? Wat krijgen we nou? Het was wel even een chaos gistermiddag, Johnny, net toen je weg was. Ja, de computer die sloeg op hol, hoor ik, hè? Nou, ze denken eerder aan sabotage. De wethouder is daarom vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, want het hele geheugen is gewist. En die computer die kennen ze wel weggooien, zeker, hè? Nou, dat valt wel mee. Ze maken gelukkig regelmatig een kopie van het computergeheugen, dus de meeste bestanden hebben ze nog weten te redden. Is dat zo? Nou, dan kan ik wel raaien welke bestanden dat zijn. Daar zijn we weer.
Ja, de computer was een beetje vergeetachtig, maar ze hebben die bonnen van jou weer gevonden, Flodder. Leuk, hè? Agent, ik wil die bonnen wel betalen. Meen je dit, Sjaki? Dat is tof. Ach, die opslag tikt aardig aan. Hoeveel is het? 3.380 gulden. Ja, bedankt. U bent zeker een huisvriend van de Vlodders. Nou, dat kan je wel zo stellen. Pardon? Wat is hier aan de hand? Wat bent u aan het doen? Ja, waar lijkt het toch, meneer? We zijn alles weer aan het weghalen. Hier, er zijn volstrekt niet geautoriseerde opdrachten afgegeven voor de levering van een A-brief, een brievenbus. Ja, maar wacht eens even. Dit was toch door de gemeenteraad goedgekeurd? Van zijn leven niet. Maar daar heeft iemand ingebroken in de centrale computer. En daarom worden alle besluiten van de laatste 48 uur met onmiddellijke ingang weer teruggedraaid. En daar horen deze bouwstels natuurlijk ook bij, hè? Ja, inladen maar dat ding, jongens. Kom, tempo. En mijn loonsverhoging. Zeg, meneer. Is de groene wagen van u? Let hem even verder op. Er zijn mensen die hier willen werken. Oh, my God.